Voorzitter, voor mij en voor heel veel mensen hier in de zaal is dit gewoon een envelop van de Belastingdienst. Maar er zijn heel veel ouders die als ze dit envelopje zien, is dat ze echt het angstzweet uitbreekt. Is dat ze hartkloppingen krijgen en even moeten gaan zitten alvorens ze hem openmaken. Omdat dat de dienst is die hun leven echt onmogelijk heeft gemaakt. En voorzitter, ik wil ook beginnen met een compliment aan de ouders. Ik buig diep voor het geduld en de zelfbeheersing die ze hebben opgebracht. Als je soms 12 jaar lang zo kapot bent gemaakt en dan nog de moed vinden om door te gaan en rustig te blijven. Ik geef het je te doen. Voorzitter, Rutte is 10 jaar de premier van Nederland. Onder verantwoordelijkheid van deze premier is er een veroverheid gecreëerd die jarenlang etnisch heeft kunnen profileren. Die heeft gediscrimineerd. Die mensen heeft vertrapt. Die lak heeft aan onze rechtsstaat. Die burgers tot wanhoop en zelfs tot zelfmoord heeft gedreven. Een overheid die het spel zo gemeen en meedogenloos heeft gespeeld dat burgers kansloos waren. En de gevolgen zijn desastreus. Van tienduizenden ouders en 75.000 kinderen is het leven vernield door deze overheid. Ouders die zich schamen omdat ze als fraudeur zijn gebrandmerkt. Omdat ze hun kinderen niets konden geven. En voorzitter, al vanaf 2013 hoor ik die verhalen. En in het begin geloofde ik ze echt niet. Ik dacht, zo kan onze overheid niet zijn. Ik had een goede vriend van mij die een gastouderbureau heeft en die vertelde me verhalen. En ik werkte zelf bij de overheid en ik zei, dat kan gewoon niet. Dat doet onze dienst niet. En ik duwde dat weg. Maar voorzitter, ik sprak ook de afgelopen jaren alleenstaande moeder met 3 kinderen waarvan er eentje een beperking heeft. En de Belastingdienst had de kinderopvang plotseling stopgezet en weigerde om het dossier in behandeling te nemen. En elke keer als er moeten worden beschikt, dan was de behandelaar plotseling verdwenen. En ze zei tegen mij, ik werd wanhopig. Kon niet voor of achteruit. In de tussentijd kreeg ik een dwangbevel van de gemeente. De Belastingdienst had aan de gemeente doorgegeven dat ik fraude had gepleegd. Ik stond opeens op een zwarte lijst. Ik zat in een reïntegratietraject en was met behulp van een lening een zaak gestart, want ik wilde graag zelfstandig zijn. Ik wilde mijn eigen geld verdienen. Maar de gemeente eiste deze lening direct op. De zaak werd opgedoekt en ze werd gedwongen om zich uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Gevolgen daarvan, 2 jaar geen inkomen. Nul. Ze kreeg geen steun van de gemeente, er was geen baan en er was geen toeslag en de schulden liepen op. En ze zei, ik schaamde me diep, want ik moest bedelen bij mijn familie en vrienden. En die hielpen een klein beetje. Maar het was elke dag overleven. Puzzelen met de huurtoeslag. De stress en de wanhoop sloegen toe. En de vorderingen van de Belastingdienst die liepen maar op. Ze konden huur niet meer opbrengen. En de woningbouwcorporatie stond al voor de deur om met een verhuiswagen zelfs de bedden van de kinderen mee te willen nemen. En in de tussentijd, alles wat er binnenkwam, werd door de Belastingdienst afgepakt. De huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. En ze werd depressief en wanhopig. En ze vroeg om hulp bij de gemeente, maar die zei, eigen schuld, dikke bult, want u bent een fraudeur. En ze heeft avonden moeten doorbrengen met droog brood en water. En het ergste was dat ze niet naar de revalidatiekliniek kon met haar zoontje met een beperking, omdat de auto door de Belastingdienst was afgepakt. En ze had gefaald. Mijn kinderen heb ik niet kunnen beschermen. De schaamte en de wanhoop. En ze wilden ontsnappen aan die uitzichteloosheid van ellende, maar het kon niet, want wie moest er dan voor die kinderen zorgen? En ze zei tegen mij, ik weet nou nog steeds niet wat ik misdaan heb. Wat heb ik nou misdaan dat ik dit verdiend heb? Alleen maar omdat ik een andere afkomst heb? Voorzitter, veel van die gedupeerden trokken aan de bel. Ze dienden massaal bezwaarschriften in, beginnend met de KAF 11. De ouders en hun advocaten werden systematisch en vakkundig een kopje kleiner gemaakt door die almachtige overheid. En voorzitter, de leek ligt aan het einde van de tunnel met het rapport van de ombudsman. En toen al waren de conclusies keihard. De Belastingdienst
en ik spreek over 2017, heeft het burgerperspectief onvoldoende mee laten wegen. Er is een groot risico op financieel nadelige gevolgen bij onschuldige ouders. De Belastingdienst heeft buitenproportioneel hard ingegrepen. Er is gestopt en daarna pas informatie opgevraagd. En de behandeling van de bezwaarschriften is ernstig tekort gekomen. De ombudsman concludeerde dat het gemiddelde termijn 18 maanden was. 18 maanden in plaats van 6 weken. En al die tijd kun je als ouder gewoon niks doen. Het was de gemiddelde termijn. En het advies was, bied deze groep ouders excuses aan en compenseer ze. En voorzitter, ik begrijp het tot op de dag van vandaag niet. Deze conclusies hadden alle seinen op rood moeten zetten. Maar waarom deden de bewindslieden hier niets mee? Ik heb aan de bel getrokken zelf, in 1-op-1 gesprekken met de staatssecretaris. En ik was echt verbijsterd dat er niet ingegrepen werd. En we zagen dat collega's, zoals Leijten, de heer Omtzigt, maar ook andere collega's, met elkaar zoiets hadden van hier is groot onrecht aan de hand en hier moeten we met elkaar knokken. Maar ondanks aandringen van Kamerleden bleef het kabinet bij haar eigen gelijk. De Belastingdienst bleef maar doorgaan met het pijnigen van de ouders en de kinderen. Snel, Hoekstra en Rutte zagen het niet of wilden het niet zien. En ik weet nog dat we een discussie hadden waarin er een brief kwam van de directeur-generaal die zei, ja maar in die KAF 11-zaak, de helft heeft bezwaren ingediend en die hebben gelijk gekregen, maar dan is die andere helft nog schuldig. Ik heb toen gezegd dat er ook heel veel ouders, die trokken het gewoon niet meer. Die wilden die schuld kwijt, die trokken zich terug, die dienden geen bezwaar in omdat ze het stempel fraudeur niet wilde hebben. En dat betekende helemaal niet dat ze schuldig waren. De gedupeerden hadden nauwelijks toegang tot het recht, omdat dat gesloopt werd door de VVD. Collega's van de SP zeiden het al. Collega Van Nispen heeft daar hard tegen gestreden. We zijn er samen opgetrokken, ook met de collega's van GroenLinks. En als je een sociale advocatuur kreeg, die 700 euro als vergoeding kreeg, dan stond je tegenover pelsrijke, droogleven fortuin. Die dan de overheid bijstond en 25.000 euro ving. De Belastingdienst speelde het gemeen en meedogenloos. Van het achterhouden van informatie bij rechtszaken, via het monddood maken van klokkenluiders, tot het negeren van interne memo's met kritische geluiden. En zelfs de adviezen van de landsadvocaat werden in de wind geslagen. Vrijwel al die ouders hadden een tweede nationaliteit, een andere afkomst, of hadden een partner die een tweede afkomst had. Of ze zaten bij een gastouderbureau waarvan de eigenaar een niet-Nederlandse afkomst had. En waarom waren deze burgers nou vogelvrij? Wat was de rol van de verantwoordelijke ministers? Wat was ook de rol van onze instituten? Waarom kan het zo zijn dat een hoger college van staat als de ombudsman met een scherp rapport komt en dat daar gewoon niet opvolging aan gegeven wordt? Ik begrijp het tot op de dag van vandaag niet. Maar wat was ook de rol van onze minister-president? Hij gaf aan zelf niet direct betrokken te zijn bij de jacht op deze onschuldige burgers. En we weten dat Rutte altijd de vluchtstrook zoekt als het hem te heet onder de voeten wordt. Dan is hij zijn geheugen kwijt. Een minister-president die aan essentiële zaken die hem kunnen belasten geen actieve herinnering heeft. Maar het is wel die minister-president die leiding gaf aan de ministeriële commissie aanpak fraude, waar ook nationaliteit als selectiecriterium werd gehanteerd. Het staat zwart op wit. En voorzitter, met de commissie Donner probeerde men nog met onvolledige conclusies en mooie woorden een deksel op die doofpot te duwen. En ik heb het hier al eerder gezegd, institutionele vooringenomenheid. Wel nee, het was gewoon discriminatie. En laten we dat beestje ook bij de naam noemen. Zijn we nou ineens niet meer van dat benoemen? En ik heb vragen gesteld, bijna 100, over die tweede nationaliteit. Nee, meneer Azenkan, in 2014 registreerden wij geen nationaliteit. De autoriteit persoonsgegevens constateert dat na een onderzoek van ruim een jaar de overheid de wet op een drietal wijze overtrad. Niet alleen nationaliteit, ook geboorteplaats of achternaam was bepalend. Nee, meneer Azenkan, er zijn geen zwarte lijsten. Die waren er wel, daar stonden 150.000 mensen op. Plotseling waren er 9.000 dossiers verdwenen. En ministers werd als voorbereiding op de parlementaire enquête geadviseerd om vaag te blijven over dubbele nationaliteit. Over welke rol dat nou gespeeld heeft. En het ziet er naar uit dat we pas na de verkiezingen daar het echte antwoord op krijgen.
En voorzitter, we kennen het credo van Rutte bij problemen. We doen een plas, we heffen het glas en alles bleef zoals het was. Maar voorzitter, niet dit keer. Er moet nu als de wiedenweerga een aantal zaken heel snel worden geregeld. Compensatie aan de ouders. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Ouders moeten meerjarig worden begeleid. Wij steunen het verzoek voor een fonds voor deze ouders om ze meerjarig te kunnen blijven begeleiden. En we zullen daarin optrekken met de andere partijen. Maar voorzitter, ook de onderste steen moet boven. En hoewel er veel vragen zijn gesteld en we nog geen 24 uur geleden heel veel antwoorden hebben gekregen, is het de vraag of alle hoofdrolspelers de waarheid hebben gesproken bij de ondervraging. En daarom steunen wij ook de oproep van de collega's voor een parlementaire enquête. Maar voorzitter, ik heb dat al 3 keer ingediend. Ik wil ook een brede doorlichting bij andere overheidsinstanties. Maar ook bij het UWV en ook bij verzekeraars. Een nieuwe vorm van discriminatie die steeds wijdverbreider raakt is digitale discriminatie. Een aantal collega's sprak daarover van D66, maar ook van GroenLinks. Met het gebruik van algoritmen worden mensen gecategoriseerd op tweede nationaliteit en op etnische achtergrond. En ook dat dient te stoppen. Voorzitter, wij willen strafrechtelijke vervolging. Want kun je ongestraft 12 jaar lang tienduizenden burgers discrimineren? Mag je 12 jaar lang wetten overtreden met ongekend veel leed tot gevolg? Want kunnen we met elkaar een rapport opstellen met snoeiharde conclusies, de scherpste in 70 jaar, heb ik een collega horen zeggen. En kun je die burgers zoveel onrecht aandoen en dan zeggen, sorry. En dan verschuil je jezelf achter institutionele vooringenomenheid. En mag je de rechtsstaat op deze ongekende wijze schenden? Denk, vind van niet. Voorzitter, niemand mag de wet overtreden. En vandaag moet ook de dag zijn dat we aan Nederland laten zien dat discrimineren en daar ook nog meerjarig over liegen niet onbestraft kan blijven. En het zou goed zijn als de bewindspersonen zich zouden verantwoorden. Voorzitter, artikel 1 van de grondwet en de artikelen tegen discriminatie in het wetboek van strafrecht zijn geschonden doordat op criminele wijze geselecteerd op nationaliteit. En dat terwijl verschillende bewindspersonen, Rutte, Asscher, Wiebes, Snel, dit wisten. Dit hadden kunnen weten of dit moesten weten. En het kan niet zo zijn dat Rutte en zijn kompanen wegkomen met deze misdaad. En het mag niet zo zijn dat alleen maar omdat dat ministers zijn, zij zich boven de wet kunnen plaatsen. Voorzitter, tot slot, op 17 maart bij de verkiezingen hebben Nederlanders de mogelijkheid om af te rekenen met racisme en discriminatie. Op 17 maart kunnen Nederlanders stemmen voor een eerlijk en rechtvaardig Nederland. En voorzitter, veel politieke partijen in dit huis hebben een aandeel in gehad dat de overheid een keihard en racistisch monster is geworden. Na 17 maart moeten we dit racistisch systeem gaan afbreken. Dank u wel.